En ik ben het op het geniale idee gekomen dat ik mijn tweede gaatjes weer door wil prikken. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag en ik ga naar school. Dus... en ik ga even een ontbijtje gaan maken. Goedemorgen, het is weer maandag. Korte week school, want Sarah heeft 3 dagen school en daarna is het hemelvaart en een studiedag. Ik ben aangekleed. Ik heb deze top aan van Super Trash, broek van Benetton en mijn Timberland laarsjes. En mijn kettingje en oorbelletjes van Anna en Nina. En dan nu staan mijn schoolboodschappen. Dus lekker burgerlijk dagelijks allemaal. En daarna een hoop te doen in huis waar ik geen zin in heb. Maar dan hoort ze ook bij dit soort dagen. En wat heb ik gehaald? Ik heb spinazie, aardbeien, krusli, yoghurt, aardappeltjes. Deze zijn heel lekker als je een airfryer hebt, hè. Kiwi, shampoo, conditioner, reinigingsdoekjes, andijvie en spekjes. Flesje Hugo. Ik ben bijna jarig, dus dan moeten we wel wijntjes hebben. Even zijn e-mail. Jij wil hem openmaken. Schnitzel en worst, feta blokjes, augurk en een hele tas vol dieren, spullen, voeding, weet ik veel. We zitten weer in de auto. Ik heb Sarah uit school opgehaald. Ik ben echt zo druk bezig geweest de hele tijd. En nou wilde ik de filmpjes en foto's van gisteren ook naar mijn broertje sturen. Want die was natuurlijk ook mee. Maar echt, hij loopt alleen maar vast met de bibliotheek. Is gewoon niet verzonden. Dus die ook gelijk brengen en dan snel naar huis. Het is ondertussen al 11 uur 's avonds. Ik heb ze net mijn camera opgeladen. En ik ben het op het geniale idee gekomen dat ik mijn tweede gaatjes weer door wil prikken. Daar heb ik denk ik echt al, nou het zal het zijn, 10 jaar lang... geen oorbel in gehad. En nu denk ik, ik vind het eigenlijk wel weer leuk als ze open zijn. Dus ik ga ze doorprikken. Oh, misschien is het wel een goed idee om deze even uit te doen. Want die zitten anders in de weg. Heel benieuwd. Ik weet dat ze dicht zijn, want dat heb ik wel een keer geprobeerd. Ik heb wel wat om te ontsmetten gepakt. En ik heb nog van die sfeerknopjes, dus even ontsmetten. En dit ook even. En laten we eens gaan kijken. Waar zit het gaatje? Ik ga even een spiegel pakken, dat is misschien makkelijker. Oké, even vergrotende spiegel erbij. Ik zal... anders zitten jullie tegen de onderkant van mijn kin aan te kijken. Kijk. Ja, nou zie ik wat. Doet nog best wel pijn. Hij had er een stukje in, maar niet helemaal. En vanaf de achterkant. Oh, dat is echt maar gewoon een gaatje. Even een extra lichtje erbij. Dan heb ik het in mijn hoofd en dan wil ik het ook nu. Stom, want het eerste stukje gaat hij er dus gewoon in. ziet hier dus ook gewoon waar hij zat. En hij wilde gewoon niet door. Ja, hij zit. Yes. Verkeerde sluiting. Hij zit er weer in. Grappig joh, na 10 jaar. Ik kan er ook even... Oh, ik zal eerst nu deze oor wel uitdoen. Benieuwd of die net zo moeilijk te doorgaat. Of dat deze misschien makkelijker gaat. Oh, dat is stom. Deze gaat er dus gewoon zo in. Deze is dus open na al die tijd. Ik heb een beetje last van de lamp zo. En die zit er dus ook in. I did it! Ik ben echt blij. En dan zal ik van deze wel last gaan krijgen. Terwijl deze voel ik helemaal niet eens. Dus dat is heel apart. En ik had ook mijn borstel al gepakt. Want met die krullen. Normaal kan ik mijn haar natuurlijk eindelijk borstelen. Maar als ik dat met die krullen doe, is het uit. En ik heb heel lang geprobeerd te wachten om het te wassen. Maar ik moet het nu wel echt gaan wassen. Dus dat doe ik morgenochtend. Maar ik denk als ik dan even nu vast goed ontklit, dan hoef ik dat morgenochtend niet helemaal te doen. En er zitten ook aardig wat klitten in. Dus dat ga ik even nu voor de tv doen. Even het lampje uit. En... dan het laatste stukje ook van mijn serie kijken. Ik ben The Americans aan het kijken. Dat had ik al verteld. Die is bijna afgelopen en dan moet ik wat nieuws gaan kijken. Maar ik weet echt niet wat ik moet gaan kijken nu. Normaal heb ik altijd wel series in mijn lijst staan op Netflix. Dat ik denk, ja, die wil ik echt gaan kijken. Dat heb ik nu niet. Dus als je een tip hebt, laat het hieronder even weten. Ik ben echt nieuwsgierig. Ik kijk eigenlijk echt allerlei series... comedies, thrillers, noem het maar op. Zolang ze maar goed zijn. Als er maar een goed verhaal in zit of zo. Of dat het blijft boeien. Eigenlijk alles wat echt bingwaardig is. Dat kijk ik wel. Dus let me know. Het lijkt wel een schap. Zo ontploft is maar. Het is een beetje donker. Ik hoop dat ik morgen niet met zo'n oor wakker word. Maar dat gaan we morgen zien. Ik ga lekker slapen. Tot morgen. Doei.